Ik ben Mark de Beer, ik werk samen bij Groeikracht. En Groeikracht is een onafhankelijk adviesbedrijf voor de succesvolle ruwvoerteelt. En dat betekent dus dat wij op een zo praktisch mogelijke manier adviezen geven voor hoofdzakelijke gras- en maïsteelt. En dan van bodem tot bek, dus alle schakels in de teelt nemen we mee. Van grondbewerking tot bemestingsadvies, oogstmomentbepaling, dat soort zaken. Inkoopmanagement niet te vergeten. Ja, we zijn vandaag de gast bij loonbedrijf Mulders in Haren. En we gaan een instructievideo opnemen over duurzaam bodembeheer. Dus verschillende technieken, grondbewerkingstechnieken gaan we langslopen. En dat valt onder het project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Nou, we gaan diverse machines bekijken over de voorbewerking van groenbemesters, vanggewassen, om die te verkleinen. En eigenlijk een voorbewerking te doen naar de hoofdbewerking toe. Dus dat we uiteindelijk gaan kijken van hoe zou je kunnen gaan ploegen of spitten of een niet-kerende grondbewerking kunnen toepassen als hoofdbewerking, als zaaibedbereiding. Nou, ik wil de kijker eigenlijk meenemen in het groeiseizoen. Dus gewoon op de logische volgorde vanuit het voorjaar het verkleinen van de groenbemester, van dat vanggewas als voorbereiding op uiteindelijk die hoofdgrondbewerking. Dus uiteindelijk het zaaibedbereiden. Nou, wij krijgen heel vaak de vraag van wat is nu de beste grondbewerking? Daar is niet één antwoord op te geven. Dat hangt af van het gewas, van de voorvrucht, van je grondsoort natuurlijk ook. En wat wel belangrijk is om te benadrukken, dat de voorbewerking en de hoofdbewerking moet je niet los van elkaar zien. Die kunnen elkaar versterken of die horen elkaar te versterken. Maar we zien ook nog wel eens een keer dat het juist afbreuk doet. Je kan met een hele mooie voorbewerking, kun je een grondbewerking of met een slechte hoofdbewerking, kun je die teniet doen. Maar dus andersom ook, dan kun je het juist elkaar versterken. De meest gemaakte fouten zitten vooral in timing, in tijdstip. Dus dat we zijn groot voorstander van vroeg een groenbemester gaan verkleinen, dat die gaan verteren, dat voedingsstoffen vrijkomen. Maar dat betekent dus ook dat je te vroeg kan zijn. Op het moment dat de bodem nog te nat is, dat de draagkracht er niet is, dan hebben we de intentie om eigenlijk zo goed mogelijk het bodemleven te voeden met het verkleinen van het vanggewas. Maar we zijn het paard achter de wagen aan het spannen als je te vroeg van start gaat. Dus dat je te veel insporing krijgt, structuurschade, bodemverdichting. Dat is natuurlijk zonde. Los van het moment zit je ook nog een keer met rijsnelheid, diepte van de bewerking. Eigenlijk gewoon afstelling in het algemeen. Dat zie je zowel in de praktijk, maar ook vanuit allerlei onderzoeken. Zolang de afstelling maar goed is van een machine, ja, dan kun je altijd goed werk leveren. Het is een serieus onderwerp, ja, absoluut. Absoluut. Kijk, je moet zo zien, soms heb je een minder passende techniek, maar met een vakman achter het stuur, die kan van een zesje toch een acht maken of een negen. Andersom heb je een stuntpiloot die met een superluxe machine rijdt, die kan niet verder komen dan dat vijfje of dat zesje. Dus het is enerzijds de machine, het is de afstelling, maar natuurlijk ook de vakman of vrouw die het bedient. Dat maakt of dat we een 9 of een 10 kunnen scoren. Nou, een heel belangrijk onderdeel in de bodem is de pH, is de zuurtegraad. En de zuurtegraad, de pH, die kun je sturen met kalk. En het is belangrijk om die zuurtegraad op een voldoende hoog niveau te houden. Enerzijds voor de beschikbaarheid van elementen in de bodem, dus van nutriënten. Anderzijds is het aandeel calcium wat in kalk zit heel belangrijk voor de bodemstructuur en ook voor de opbouw. En we hebben hier een partij kalk liggen. En wat belangrijk is van kalk, dat je vooral focust op eigenlijk een kalksamenstelling waar weinig of liefst geen magnesium in zit. Gemiddeld genomen hebben we ontzettend veel magnesium in de bodem zitten. En het gaat over de goede verhouding tussen magnesium, calcium en kali. Hè? En door voldoende calcium te brengen via die bekalking, krijg je die bodem beter in balans. Krijg je een betere accuwerking van de bodem. Hè? De bezetting van het klei-humuscomplex wordt daarmee beter. Uiteindelijk de bodemstructuur, de opbouw van die bodem, wordt ook beter. Dus die is beter te bewerken, verkruimelt beter, verslent minder. Dus dit is echt het witte goud, zeg maar, van de bodem. Het is echt laaghangend fruit, want een bekalking dat kost allemaal niet zo heel veel. En hier zit dus net de basis van een goede teelt. En dan maakt het eigenlijk niet uit of we het nu over gras, mais of een ander akkerbouwgewas hebben. Die bodem die begint met een optimale zuurtegraad. Verder van belang bij kalk is een goede oplosbaarheid. Dus dat die snel beschikbaar komt. Dat het bodemleven er snel mee, of de bodem het snel op kan nemen. Dat die goed reactief is. En de toepassing van kalk, dat kan natuurlijk over de maïstoppel heen zijn in het najaar. Hartstikke goed.
Wat we in de praktijk vaak zien is dat het nog wel eens vergeten wordt. Van die och ja momentjes. Oh ja, dat had ik ook nog moeten doen. Nou, niet getreurd, dat kan ook gewoon in het voorjaar. En zeker als je een goede oplosbaarheid hebt van die kalk, dan werkt die gewoon lekker snel. En als we dan, we gaan het dadelijk hebben over het verkleinen van het vanggewas en de techniek die daarbij hoort. Nou, dan zou je natuurlijk ook van tevoren al kunnen bekalken. Want dan kun je het juist met die beweging, met die bewerking, de voorvertering zeg maar, van het vanggewas wat je in gang gaat zetten, werk je die kalk al meteen in de bouwvoer, in die toplaag. Dus dat, daarom vinden we de bekalking en een goede zuurtegraad zo belangrijk. Niet alleen op zandgrond, dat geldt ook zeker op kleigrond. Want ook daar kunnen we een te lage pH hebben. En zeker ook een calciumtekort. En we hoeven een kleiboer meestal niet uit te leggen wat problemen met de structuur en zo zijn. Nou kijk, eigenlijk heb je met bekalking heb je twee momenten, het voorjaar en het najaar. Op akkerbouwgewassen zouden we eigenlijk zeggen van probeer zoveel mogelijk in het najaar te doen als dat ook gaat nog qua draagkracht. Maar goed, dan heb je altijd nog een moment om in het voorjaar ook nog kalk te rijden, kalk te strooien. Op grasland, dan mag kalk niet bij drijfmest komen. Op het moment dat je kalk en drijfmest bij elkaar brengt, krijg je ammoniakverlies, stikstofverlies. Dat is natuurlijk hartstikke zonde en ook een extra milieubelasting wat niet wenselijk is. Dus graslandbekalk is altijd in het najaar. Daar ontkomen we niet aan. En ook dan is juist draagkracht een hele wezenlijke. Dus als je van tevoren al weet van nou, ik moet die en die percelen, die hebben een kalkgif nodig, een onderhoudsbekalking nodig, plan die alvast tijdig in het najaar. Kosten, het ligt een beetje aan de kalkgift. Heb je een ton, twee ton, drie ton per hectare, daar ligt ook wel het maximum mee. Je kan per gift max 3,5 ton kalk geven om niet heel de bodem te verstoren. En dan hebben we het over kalk met minimaal 50% neutraliserende waarde, zuurbindende waarde. Wat vooral belangrijk is dat de oplosbaarheid goed moet zijn. Dus dat die snel werkt, goed reactief is. We hebben nu een probleem, nu is de pH te hoog, dus die wil ik bij wijze van spreken morgen omhoog hebben en niet over 3 jaar een keer.